Het probleem van mondiale rechtvaardigheid roept de vraag op wie welke verantwoordelijkheid draagt voor het tot stand komen van die mondiale rechtvaardigheid. En om die vraag beter te kunnen beantwoorden, moeten we twee soorten verantwoordelijkheid onderscheiden. Aan de ene kant resultaatsverantwoordelijkheid. En resultaatsverantwoordelijkheid, dat is verantwoordelijkheid voor de gevolgen van jouw handeling. Dus als jij iets doet, bijvoorbeeld je gooit een bal door de ruit van de buren, dan ben je daarvoor verantwoordelijk. Als jij met jouw auto het kind van de buren aanrijdt nadat hij de bal door jouw ruit heeft gegooid, dan ben jij daarvoor verantwoordelijk. Of liever gezegd, je bent verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan, het feit dat het kind bijvoorbeeld komt te overlijden of in het ziekenhuis terechtkomt. Dat is resultaatverantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor de gevolgen van jouw handeling. En dan is er nog herstellende verantwoordelijkheid. En dat is de verantwoordelijkheid om de negatieve gevolgen van een handeling te herstellen. En je ziet nadrukkelijk het onderscheid tussen jouw handeling, wat er staat bij resultaatsverantwoordelijkheid, en een handeling bij herstellende verantwoordelijkheid. En dat onderscheid is er niet voor niks. Want je kunt ook herstellende verantwoordelijkheid dragen voor de negatieve gevolgen van een handeling die jij niet hebt gedaan. Laten we daar eens naar kijken. Wanneer draag je zo'n herstellende verantwoordelijkheid zonder resultaatverantwoordelijkheid? Stel dat je kinderen hebt. Dan is het zo dat jij er uiteindelijk niks aan kan doen, tot op zekere hoogte althans, wat die kinderen doen. Kijk, je kunt ze opvoeden, je kunt ze straffen, je kunt allerlei zaken doen om ze een beetje in de juiste richting te sturen. Maar het is tegelijkertijd duidelijk dat je niet overal verantwoordelijk voor kan zijn. In de zin van resultaatsverantwoordelijkheid althans. Maar je moet wel ervoor zorgen dat je de rotzooi van jouw kinderen opruimt. Kijk, als jouw kinderen ergens inderdaad een bal door de ruit trappen of gooien, of als de kinderen een auto vernielen, dan heb jij toch een herstellende verantwoordelijkheid. Ook al is het niet jouw handeling, je moet er toch iets aan doen. Stel dat jij een schoonmaker bent, die straten schoonmaakt, en jij moet werken op de dag na Koninginnedag, op de dag na carnaval, dan moet jij de rotzooi van feestende mensen opruimen. Jij bent er niet voor verantwoordelijk dat die rotzooi daar ligt, maar die rotzooi is wel negatief, en het is jouw verantwoordelijkheid om hem op te ruimen. En die verantwoordelijkheid komt voort uit het feit dat jij nou eenmaal dit werk doet, dat jij nou eenmaal deze baan hebt. Nou, kan het ook zo zijn dat jij... Dat er landen zijn waarin de overheid het heel erg slecht doet. Zogenaamde failed states. Staten met een falende overheid. En als de overheid haar eigen inwoners in de steek laat, dan zou je kunnen zeggen dat jij als individu, of dat bepaalde instituties zoals de Verenigde Naties, of de overheid van een land die wel werkt, dat die de verantwoordelijkheid hebben om de rotzooi van die falende overheid op te ruimen. Je hoeft er niet van overtuigd te zijn dat dat zo is, maar je kunt je in ieder geval voorstellen dat er een dergelijke herstellende verantwoordelijkheid is. En ook als niemand resultaatsverantwoordelijkheid draagt, bijvoorbeeld bij een natuurramp die niet veroorzaakt is door het feit dat de aarde opwarmt door ons handelen als mensen, maar gewoon doordat er een instabiele situatie was, doordat er een vulkaan uitbarstte die misschien helemaal ook uit zou gebarsten zijn, al hadden wij nooit op de aarde bestaan. Ook dan zou je kunnen zeggen dat omdat je bijvoorbeeld rijker bent als land of rijker bent als individu, je een herstellende verantwoordelijkheid hebt om de rotzooi na zo'n natuurramp op te ruimen. Ook al is het zo dat je er geen resultaatverantwoordelijkheid voor draagt. Dus het is belangrijk om die begrippen te onderscheiden. En het is vooral belangrijk om te zien dat het mogelijk is om die herstellende verantwoordelijkheid te dragen zonder die resultaatverantwoordelijkheid te dragen. En dat roept natuurlijk de vraag op, hoe ver gaat die verantwoordelijkheid en in hoeverre, als je kijkt naar mondiale rechtvaardigheid, hebben wij, of hebben bepaalde instituties, de verantwoordelijkheid om de problemen die zijn ontstaan, ten dele misschien door anderen, daarvan die rotzooi op te ruimen en dus dat we herstellende verantwoordelijkheid.